Nou, maar er zaten met meer mensen. Dus niet, ik ben niet de enige oorzaak als iemand een zaal uitloopt. Op wat voor manier bent u onder druk gezet? Ja, niet onder druk gezet. Je probeert natuurlijk met elkaar te kijken, jongens. Waar zou dit kunnen landen? Hoe zou je hieruit kunnen komen? Dat is ingewikkeld. Kan het landen? Het kan landen, ja. Sorry. Volgens mij kan het... Ik denk dat het mogelijk is, maar er zijn dus echt grote vraagstukken op rule of law, op unaniem punt van de mix van leningen en natuurlijk de subsidies. Hoe doe je dat allemaal? Hoe zorg je ervoor dat die rebates er goed in zitten? Dus veel dingen moeten nog geregeld worden. Merkt u bij Merkel en Macron begrip voor uw opstelling? Ja, die twee lopen over van begrip voor iedereen. Maar ze willen natuurlijk ook een keer naar huis. Maar de verschillen zijn nog wel aanwezig. Ja, we zijn er nog niet. Klopt, noemt u de sfeer korzelen? Ja, die was vandaag gemiddeld genomen al een stuk beter, vond ik. Ja, een stuk rustiger weer. Is een akkoord binnen handbereik? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. We gaan morgen verder, dat is op zichzelf een goed teken. Maar er zijn nog wel ook forse verschillen op een aantal onderdelen. Wat is er afgesproken over die handrem? Is dat binnen? Is dat een soort veto? Daar ga ik nog niks over zeggen, want daar zijn we wel stappen verder op hoe wij willen organiseren dat ook echt landen die gaan... Het vastnagelen van de hervormingen, dat moet ik dat maar even. We hebben gezegd, kijk, als het om leningen alleen gaat, dan moet er ook echt hervormd worden. Maar als het nou ook de wens is van een aantal landen, de meeste landen, om ook een deel van de leningen om te zetten in subsidies. Ja, jongens, dan moeten we het ook wel heel zeker weten dat dat gebeurt. Nou, daar hebben wij voorstellen voor gedaan als Nederland. Wat er precies is, hou ik even in het midden. En daar zie je geleidelijk aan wel meer steun voor. Sterker nog, er ligt ook een voorstel van de voorzitter nu van de Europese Raad, waarin... vind ik op een hele verstandige manier vorm wordt gegeven wat wij willen. Maar dat is daarmee nog niet door iedereen geaccepteerd en daarmee is dat nog niet binnen. Dat zal pas morgen moeten blijken of dat lukt. Maar het is niet meer zo dat ik daar, zoals dat gisteren in de media bleek, tegenover de 26 stond. Wat je nu ziet is dat ons idee ook nu is neergelegd in een voorstel van de raadsvoorzitter. En ten aanzien van de grants, dat was 500 miljard in het voorstel. U wilt duidelijk minder. Ja. Ja, dat kan ik dus niet zeggen. Sorry, dat kan ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we echt fors minder willen. En daar ging het natuurlijk ook vanavond voor een deel over aan die tafel. Van wat wordt dan de mix van rebates, grants, loans, et cetera. Dat zijn natuurlijk de grote dingen die op tafel liggen. En het feit dat die vergadering wat kribbig opbrak, liet wel zien dat we daar nog niet uit waren. 400 miljard is dat, dat wordt gezegd, hè? Dat Duitsland en Frankrijk dan minimaal aan subsidies willen. Klopt dat? Iedereen wil van alles, maar ik kan daar niet op ingaan. Nee, laat ik daar niks over zeggen. Nou, wat u zei, dat er een paar mensen natuurlijk wegliepen. Dus dat, ja, precies. Dus wij zijn er vandaag nog niet uitgekomen. Wat dacht u op dat moment? Die lopen kribbig weg en dan gaan we morgen verder. Ja. Ja. Maar is het nou, zonder bedragen te noemen, in zo'n stadium dat de voorzitter van de Europese Raad morgen met een voorstel kan komen waar concreet over verder gepraat wordt? Ik vermoed dat hij met een voorstel komt. Of dat dan voldoende basis is om snel verder te komen, weet ik niet. Daar moeten we afwachten. Hij probeert natuurlijk ook het midden te vinden tussen alle verschillende opvattingen. En die liggen natuurlijk ver uiteen. Is het optimisme aanvankelijk dat het morgen wel eens afgerond zou kunnen worden? Ja, het feit dat we doorpraten blijkt uit dat we allemaal dat optimisme hebben. Maar of het ook gaat lukken, moet ik afwachten morgen. Weten we niet. Nog even over Merkel en Macron. U zegt, ik was niet de enige oorzaak dat ze wegliepen. Nee, maar we zaten even heel precies. We zaten er in de vergadering met een aantal mensen. Dat was na afloop. Ik begrijp dat er in de media over gerapporteerd is. En die was niet conclusief. Dat klopt. Maar ja, dat hoort bij dit proces. En eerlijk gezegd, op zo'n dag zijn er veel meer van dat type overleggen die jullie niet zien. Maar ook wel eens een keer het wel lukt of niet lukt. Of iemand op een gegeven moment zegt, nou weet je, ik geloof het voor dit moment wel even. We zien elkaar over een uur wel weer. Ja, maar daar ga ik niks over zeggen, want dat is natuurlijk ingewikkeld. We zitten midden in die onderhandelingen. Klopt het dat er toch sprake is geweest van dat ze hebben gezegd, we moeten nu een opening van u bijvoorbeeld zien, anders? Wij maken de hele dag openingen, daar zit het niet om. Gaan we zondag aflasten? Ja, maar dat weet ik allemaal niet. Ik ben gewoon aan het onderhandelen in het belang van een sterk Europa voor een sterk Nederland. En we realiseren ons dat er in het zuiden grote problemen zijn. Willen we ook helpen. Maar we willen wel dat het zuiden ook dan de noodzakelijke hervorming... Wacht even, de noodzakelijke hervormingen doorvoert. Daar ging het vandaag natuurlijk voor een deel over. Hoe kun je dat nou zo stevig mogelijk vastleggen? Daar is echt vooruitgang. En dan zijn we uit dat isolement nu als Nederland. Dat is goed nieuws. Alleen ja, of we eruit komen... Uiteindelijk moet iedereen wel met dat raadsvoorstel van de raadsvoorzitter akkoord gaan.
Maar op het geld en de mix van leningen en subsidies, de rebates, maar ook de rule of law, daar liggen echt nog open vraagstukken. Maar de berichten die u ook heeft gezien, dus, hè, dat dat ze kritisch of boos zijn weggelopen, dat er misschien zelfs een ultimatum is gesteld, is dat onzin? Ik heb verder geen ultimatum gehoord. We hebben daar zitten praten en op een gegeven moment met elkaar vastgesteld dat het vanavond niet tot conclusies ging leiden. Heeft u het nieuwe lid bij de vroege voor? Ja, maar die zitten wat minder sterk helaas in de rebates. Daar hebben zij geen belang bij. Maar ze helpen wel weer mee op een aantal andere verstandige punten. Rule of law, rechtsstaat. Er was een voorstel vandaag van Hongarije. Wat vindt u daarvan? Laat ik zeggen, wij vinden het voorstel wat in de wat is voorgesteld door de voorzitter van de Europese Raad verstandig in de onderhandelingsstukken. Dat gaat uit van een gekwalificeerde meerderheid waarmee een voorstel van de commissie op dat rechtsstaatinstrument moet worden aangenomen. We zouden eigenlijk liefst ook willen dat dat een reversed QMV zou zijn. Maar we zouden uiteindelijk ultimo kunnen leven met het voorstel wat er ligt. En volgens mij is bekend ook in de media dat de Hongaren en de Polen daar bezwaren tegen hebben. Maar daar zijn we dus nog niet uit. Dat is ook een belangrijk punt. Dat is wel een van de grote punten. Dus de wensen van Nederland, inmiddels door de raadsvoorzitter overgenomen op het vastnagelen van hervormingen. Dat punt van de rule of law, maar natuurlijk ook de grote kwestie van de centen. De rebates, de hoogte van het MFF en de mix leningen subsidies. Nou, daar hebben we een ronde over gehad. En op basis van die ronde zal de voorzitter, denk ik, morgen weer met nieuwe voorstellen komen. Ja, maar nog geen afspraken gemaakt. Voor de duidelijkheid, de QMV, dat is nog steeds de absolute ondergrens. Ja, voor Nederland is dat heel wezenlijk. Ook de Tweede Kamer heeft daar natuurlijk hele stellige uitspraken over gedaan, die ik helemaal steun. En hoe gaat het morgen verder? Nederland dan, als het daarom gaat? Nou, er is een heel aantal landen wat daar zeer aan hecht. Ja. En hoe gaat het morgen verder? 12 uur gaan we weer door. En dan verwacht ik eerlijk gezegd in ieder geval op rebates, leningen, subsidies, hoogte van het MFF weer nieuwe voorstellen. En mogelijk ook op rule of law, dat moeten we afwachten. En er ligt al een voorstel nu waar Nederland met de juristen van de commissie verder aan het fine-tunen is op dat punt van het vastnagelen van hervormingen. Maar nogmaals, dat is dan in die zin goed nieuws dat het niet ik tegen de rest is. Maar dan moet nog wel van die rest ook iedereen akkoord zijn. En zover is het nog niet. En in de ochtend zijn er nog een aantal extra afdelingen. Ja, dat is heel goed mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. Moeten we afwachten.